Heb je een duurzaam bedrijf of wil je een duurzaam bedrijf oprichten? Of ben je onderzoeker aan de universiteit of wil je beginnen als onderzoeker bij de universiteit? Wil je weten welk businessmodel je kan gebruiken? Kijk dan verder. Hi, welkom. In deze video ga ik je een speciale businessmodel laten zien. Ik ga je laten zien hoe je deze in je voordeel kan gebruiken. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Laten we maar beginnen. Dit businessmodel is bedoeld voor onderzoek aan de universiteit. Maar ook voor mensen of bedrijven die actief zijn in de groene sector. Dus hierbij gaat het om duurzame producten of duurzame diensten die een bijdrage levert gewoon aan de natuur. Ik ga je eerst even laten zien van hoe het precies werkt. Vervolgens laat ik het businessmodel zien. Vervolgens ga ik aangeven hoe je om moet gaan met subsidies en dergelijke. Laten we maar beginnen. Kijk, als jij een product hebt ontwikkeld en het is een duurzaam product, dus het levert een bijdrage aan de natuur, dan heb je waarschijnlijk geld nodig om het uit te voeren. Dus het kan ook zijn dat het een dienst is. Om dat te realiseren heb je minstens geld nodig van de overheid. Vaak krijg je ook geld van de overheid, maar vaak zou je ook waarschijnlijk geld ook moeten halen van andere potjes. Dus om geld te krijgen, heb je overheid en vervolgens heb je bedrijven die duurzame projecten steunen. Maar daarnaast heb je ook nog overheid en daarnaast kan je ook nog via crowdfunding geld behalen. Dus dit zijn drie mogelijkheden, maar je hebt ook meerdere mogelijkheden en het ligt ook aan wat voor soort bedrijf je hebt. Dit is het businessmodel en bij het businessmodel zijn deze twee blokken heel belangrijk. En ik ga ze een van even met je nalopen zodat je precies weet wat gaande is. Kijk, belangrijk voor jouw bedrijf is puur dat je duurzame producten of diensten realiseert en dat je groene status hebt. Want dit wordt het ook makkelijk om jouw product te verkopen aan de klanten. Dus je hebt klanten die jong zijn, dus lang klanten in opkomende markten, maar ook je hebt volwassen klanten, dus grote bedrijven. En stel je voor je hebt een nieuw product, dan moet je op zoek gaan naar klanten die het product echt nodig heeft. Het beste om dit te verkopen is gewoon door middel van verhalen vertellen, dus groene, duurzame verhalen vertellen. En je kan het gewoon verkopen via winkels of bedrijven of wat dan ook. In ieder geval, dit is jouw relatie met je klanten en dit is via welke kanalen je gaat verkopen. Heel belangrijkste activiteiten zijn dus gewoon een impactonderzoek als je onderzoeker bent. Maar als jij een bedrijf bent en je verricht of in ieder geval product of diensten, is gewoon het product realiseren. Ja, dat zijn jouw belangrijkste activiteiten. De middelen die jij ervoor gebruikt is gewoon een merk. Het kan ook zijn dat je als middel gebruikt een product of dienst, dus dat je duurzaam bent om klanten te laten zien van hé, wij zijn duurzaam bezig, we leveren een bijdrage aan de natuur. Je belangrijkste partner hierbij zijn organisaties die duurzaam zijn en overheden. Het belangrijkste hierbij is inkomsten. Want als jij iets wil realiseren dat duurzaam is, is het soms moeilijk om subsidies te krijgen of andere duurzame premies. Andere duurzame premies kan je bijvoorbeeld krijgen via bedrijven of andere instanties. En de kosten die je hebt zijn onderzoekkosten en marketingkosten. We gaan even inzoomen op subsidies van de overheid. En ik ga even een paar tips geven hoe je hiermee moet omgaan. Kijk, bij subsidie is het zo van hoe dichter bij huis, hoe sneller je het krijgt. Zo zie ik het. Het kan ook zijn dat het anders is, maar hoe dichter bij huis, hoe sneller je het krijgt. Vooral als het duurzaam is. Dus met andere woorden, als ik woon bijvoorbeeld in Arnhem. En als ik een subsidie wil aanvragen, dan vraag ik dat bij de gemeente Arnhem. Maar je hebt ook provincies. En die biedt ook bepaalde subsidies aan. En je hebt nog Europa. Die heeft ook een aantal subsidiepotjes. Ja, soms heb je van die organisatie, waarvan ik een beetje geïrriteerd word, die jou adviseren welke subsidie je moet aanvragen. En meestal vragen ze voor zo'n lijstje €450. En dat lijstje kan je zo vinden. Subsidie. Ah nee. Met andere woorden, als jij zelf een lijstje voor jezelf gaat maken, begin eerst met je regio, of je gemeente, en daarna je provincie. En daarna kijken landelijk, kan je ook nog kijken welke subsidies er zijn. En daarna Europa. Dus je hebt vier graden. Dus je gaat hier kijken welke subsidies er zijn. Je gaat hier kijken welke subsidies er zijn. Welke subsidies zijn landelijk en welke subsidies zijn op Europees niveau? Of eventueel kijk ook naar andere organisaties. Kijk, als je subsidie aanvraagt, of in ieder geval subsidie aanneemt,
dan zie je dat je best wel veel opties hebt. En meestal op de website van een bepaalde gemeente wordt precies aangegeven welke subsidie er allemaal zijn. En wie daarmee in aanmerking komt, welke voorwaarden ze stellen. Je hoeft ze alleen maar na te lopen, zo simpel is het. Als je ze niet wilt nalopen en je wilt gelijk advies invinden, ga gewoon iemand anders inschakelen die dit voor je gaat doen. En let op, je bent zelf verantwoordelijk voor wat jij doet. Dus je kan gewoon zelf inlezen en vervolgens kan je zelf bepalen welke je in aanmerking komt of niet. Of welke ga je reageren of niet. Dus zo doe je dat. Maar stel je voor, we typen alleen maar subsidies. En zoals je hier krijg je bijvoorbeeld landelijk een overzicht van subsidies. Je moet organisaties hebben die jouw resultaten verkopen. Vaak is het zo dat bepaalde organisaties die advies geven over subsidie, gewoon advies geven. Die advies kan je ook op Google vinden. Kijk, stel je voor je hebt subsidie nodig van Gelderland, van in Arnhem. Heb je gewoon duidelijk op de website een overzicht van de subsidies hier. En dan weet je sowieso waar je in aanmerking komt of wanneer niet. Dus je moet het gewoon zelf invullen. Heb je geen tijd ervoor, huur iemand in die het voor je invult. Zo simpel is het. En stel je voor Europa, heb je ook. En dan krijg je zo'n lijst. Het ligt er aan welke je wilt. Maar Europa nu, kan je gewoon zien welke allemaal zijn. En ook Rijksoverheid.nl kan je gewoon zien welke er allemaal zijn. Met andere woorden, je kan het gewoon zelf opzoeken. Heb je geen tijd voor, laat iemand anders opzoeken. Kijk, als je advies inwint of je wilt bepaalde resultaten realiseren, zoek een organisatie die dat voor jou kan doen. En bij jou als onderzoeker is het heel belangrijk dat jij geldstroom krijgt, zodat je je onderzoek kan verrichten of in ieder geval je bedrijfactiviteiten kan uitvoeren. Let erop dat je daarbij ook een goede partner hebt die jou kan helpen met subsidie. Ja, helaas helpen wij mensen niet met subsidie aanvragen. Dit doen we bewust niet. Wij vragen alleen maar subsidies voor projecten waarbij wij zeker weten dat wij die subsidie krijgen. Ik hou van ondernemers met passie en ideeën. Het is soms voor mij vermoeiend om te zien dat een idee verloren gaat. Dit komt puur omdat het business of idee geen businessmodel heeft. Heb je vragen over dit businessmodel of wil je weten hoe je deze in de praktijk goed kan toepassen? Neem gerust contact met mij op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. In de volgende video ga ik businessmodel nummer 8 met je bespreken. Tot in de volgende video.